Zo moet hij eruit komen te zien. De allereerste biocomposietbrug ter wereld. En hier in Eindhoven moet die komen te liggen als voetgangersbrug over de Dommel. De brug wordt gemaakt door studenten en is grotendeels van vlas- en hennepvezels. Dit is in feite hennep. Dat is niet gewoven. Non-woven noemen we dat. Dus dat zijn gewoon fijn gedrukte plantaardige vezels van hennep. En dit is van vlas. En vlas is eigenlijk hetzelfde als linnen. En dit is dan gewoven. En die zitten allebei in de brug. Dus hier tegen de zijkant kun je zien eigenlijk dat zit gewoon dit materiaal. En dat zit dan met een hars. En een hars maakt het hard. En die verbindt dus alles bij elkaar. En dan krijgen we, je kunt het vergelijken met een polyesterboot bijvoorbeeld. Waar glasvezels gebruikt worden. En een andere hars. Maar wij gebruiken een biobased hars en biovezels. Er is jarenlang onderzoek gedaan naar wat er allemaal mogelijk is met biocomposiet. Studenten van Avans en de Hogeschool Zeeland werken daar onder meer aan. Deze brug is een van de uitwerkingen daarvan. Daar denkt onder meer de TU in Eindhoven dan weer over mee. En we hebben honderden testsamples gemaakt ook. En die hebben we getest op waterbestendigheid. We hebben allemaal verschillende vezels getest. We hebben hennepvezels getest op allemaal verschillende manieren. Gewoven, non-woven, verschillende harsen hebben we getest. En allemaal gekeken hoe sterk het is met name. En hoe stijf het is ook. En zodoende hebben we al die data weer in computermodellen gedaan. En allerlei studenten ook van de TU Eindhoven hebben dus computermodellen nog zelf geschreven ook. En daar komen dus nu dit soort berekeningen uit en blijkt dus ook dat het kan. Het zou zomaar eens de eerste brug ter wereld kunnen zijn die op deze manier wordt gebouwd, maar dat gaat waarschijnlijk veranderen. Bouwen met biocomposiet heeft de toekomst, denken ze hier. Het is natuurlijk toch wel zo dat we moeten kijken naar hoe gaan we om met onze materiaalvoorraad en ook met onze fossiele brandstoffen. Dus in die zin kijken we wel naar opties waarin er minder fossiele brandstoffen als olie gebruikt worden in de bruggen die we gaan maken. Plus dat vlas ook gewoon een heel goed product is om trillingen met name tegen te gaan. En dat is een heel belangrijk aspect bij bruggen. Vaak trillen ze te veel. Dan zijn ze wel sterk genoeg, maar dan trillen ze. En dan denken mensen van, nou, dit is toch niet zo'n lekkere brug. En juist dan kan je vlas toepassen. En de mogelijkheden, die zijn eindeloos. Bijvoorbeeld hockeysticks, maar ook fietsen. Dus je ziet bijvoorbeeld in België al een fiets die met heel veel vlas erin wordt geproduceerd. En wij zijn daar ook mee bezig. Tijdens de Dutch Design Week moet de brug in Eindhoven worden onthuld.